Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op vrijdag 14 juli overhandigde burgemeester Boy Scholtsen een bronzen bever aan Lisbeth Verdaasdonk-Hop. Zij heeft jarenlang voor onder andere basisschool De Zeggenwijzer in Terheiden vrijwilligersactiviteiten verricht. Ook heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan voor het dorpsblad rondom de toren. Ze was ook actief voor het jeugd- en jongerenwerk Terheiden. De uitreiking vond plaats tijdens een lunch waarin afscheid genomen werd van Lisbeth als vrijwilliger bij De Zeggenwijzer. De gemeente dankte Lisbeth voor haar bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang geweest. Door de afsluiting van de Haringvlietbrug is er sprake van een toename van het sluipverkeer tussen de A59 en de A16. Als in augustus ook nog de Heinenoordtunnel dichtgaat, is de verwachting dat de situatie tot september zo blijft. De gemeente merkt nu dat veel weggebruikers gebruik maken van sluiproutes. Dat zorgt binnen onze gemeente voor onveilige verkeerssituaties. Daarom worden er op 3 locaties in Hoge en Lage Zwaluwe tijdelijk verkeerslichten geplaatst om sluipverkeer te ontmoedigen. Om onnodig oponthoud zoveel mogelijk te voorkomen, staan de verkeerslichten alleen aan tijdens de ochtendspits. De verkeerslichten zijn enkel in te stellen op tijd, werken niet met sensoren en blijven tot 1 september staan. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat of van de gemeente Drimmelen. De afgelopen jaren zijn de oude haven in Drimmelen en de omgeving daarvan deel voor deel opgeknapt. Het parkje, het parkeerterrein, de wandelpromenade en de Biesbosweg zijn nu klaar. Tijdens de bijeenkomst op 13 juli keek de gemeente met een aantal belangstellenden terug op het gehele project. Wethouder Tim Simons verrichtte ook een kleine afrondingshandeling. Daarna was er gelegenheid om, onder het genot van een drankje, informeel met elkaar in gesprek te gaan. We zijn ongeveer 2,5 jaar bezig geweest met het realiseren van het totale verhaal. En ik wou wethouder Simons vragen of even een korte toelichting geven wat we hebben gedaan. En uit te leggen van wat is in de toekomst de verwachting van de haven Drimmelen. Ik denk dat ook heel belangrijk is. Goedemiddag allemaal. Ja, welkom bij de opening van de oude haven. Maar we hebben wel een heel nieuw jasje gestoken. En daar zijn de afgelopen jaren ontzettend veel mensen heel hard mee bezig geweest. In 2016 is dit begonnen. Hè? De afgelopen 2,5 jaar, Wim, als ik die tijdlijnen dan teruglijst, is het in 2016 begonnen de discussie. In 2018 echt de plannen concreet opgepakt. En dan zie je dat je gewoon in halverwege 2023 uitkomt. Dat zo'n project dan helemaal afgerond is en wordt. Maar wat je misschien als je hier woont in Drimmelen vergeet, is dat natuurlijk voor heel veel mensen die naar Drimmelen komen, dit een van de eerste kennismakingen is met onze gemeente en vooral met het mooiste dorp van Brabant, Drimmelen. Mensen komen hier om een bootje te huren, die komen aanrijden, die denken, hey, wat ziet het er hier goed uit en misschien wil ik hier wel vaker naartoe. Dus het mes snijdt echt aan twee kanten. Het is voor onze eigen inwoners hartstikke mooi, jullie kunnen s'avonds hier nog lekker een rondje lopen over de promenade. Maar het is ook echt een visitekaartje voor al die toeristen die wij ieder jaar en ieder seizoen mogen ontvangen hier. Ik wil iedereen die hier aan meegewerkt heeft ontzettend bedanken. En dit is natuurlijk een startpunt, hè, want die oude haven is nu mooi opgeknapt. Ik zei al, het zou heel erg mooi zijn als er ook nog wat lampjes tussen de palen komen, zodat het ook nog in de zomer wat sfeer heeft als je hier een rondje aan het lopen bent. Dat het ook gelijk wat idyllischer aanvoelt. Maar verder moet dit gebied echt gaan leven. En dat gaat leven door jullie als inwoners die er gebruik van maken. En door al die toeristen die straks hier lekker kunnen verpozen. Ik zei, het project is afgerond, maar er moeten nog twee dingen gebeuren. Er staan namelijk nog twee tegels die erin moeten.
En volgens mij is het de tijd dat we dat gaan doen. Maar nogmaals, Firma Schapers, Gebroeders de Leeuw en onze eigen organisatie, ontzettend bedankt voor al het harde werk wat verzet is. En alle inwoners ontzettend bedankt voor het geduld dat jullie ook moeten hebben toen de tijd dat het hier gewerkt werd. Maar het eindresultaat mag er zijn, dus dank jullie wel. Ja? Ja? Nee, pas niet meer. Nee, nee, nee. Ja, ik krijg hem hier. Vanwege het 25-jarig bestaan organiseert SWO voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen een hap- en trappuzzeltocht. De tocht wordt gehouden op zaterdag 26 augustus en op woensdag 30 augustus van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags. De fietstocht is ongeveer 20 kilometer lang. U kunt een dag lang fietsen en puzzelen door de prachtige omgeving van Drimmelen. Ook zijn er een aantal smaakvolle stops in gepland. Fietst u mee? Route 1 loopt via Hoge Zwaluwe, Wagenberg en Ter Heide. Route 2 loopt via Lage Zwaluwe, Drimmelen en Made. Het begin- en eindpunt is bij onze kerk in Hoge Zwaluwe. Kies één dag, één route en meld je aan. Meer informatie krijgt u via info@swodrimmelen.nl of door te bellen met 0162 451894. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €5 per persoon. Men heeft de limiet gesteld aan het aantal deelnemers. Samen met het dorp wil de gemeente een visie maken op het Lage Zwaluwe van de toekomst in 2024. Dit gaat over thema's als leefbaarheid, verkeer, wonen, voorzieningen en een dorpshart. Door samen met elkaar naar deze thema's en de toekomst te kijken, ontstaan er kansen en wordt gewerkt aan samenhang, betrokkenheid en verbinding. Belangrijk voor de dorpsvisie is de uiteindelijke meerwaarde voor het dorp, waarbij uiteraard ook haalbaarheid een rol speelt. De gemeente hoort graag uw ideeën. Na de zomervakantie wordt informatie en uitleg gegeven hoe u precies mee kunt denken en praten over de dorpsvisie. Heeft u hier toch al vragen over? Neem dan contact op met Noortje Stremme via nstremme@drimmelen.nl of het algemeen telefoonnummer van de gemeente Drimmelen 140162. Na 4 bewogen en prachtige carnavalseizoenen heeft Marco Ridderhof aangegeven te stoppen als voorzitter van Vereniging de Schraansers. Marco heeft de afgelopen 4 jaar de vereniging deskundig en met veel creativiteit geleid. Hij heeft laten zien dat carnaval altijd door kan gaan. Marco blijft gelukkig actief betrokken. Hij gaat met volle energie als raadslid nog meer genieten van het Traaijs carnaval. Menno Geurts is gekozen als nieuwe voorzitter. Menno gaat de komende jaren laten zien dat je met ons alle kanten op kan. We wensen Menno heel veel succes om het Traaijs carnaval bij jong en oud nog meer op de kaart te zetten. Heb jij ideeën over carnaval? Wil je daarover meedenken? Met of zonder steek? Man of vrouw? Oud of jong? Carnaval kan alleen blijven bestaan met de hulp van veel vrijwilligers. Dus spreek hen aan of stuur een bericht naar info@schraansers.nl. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. Dit was dan weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer.